Hey, welkom bij Basta. Ik ben vandaag in Zuidoost bij de Polstok. Deze week is de kinderboekenweek, dus daar gaan we het over hebben. Zijn hier nog boekenwormen in de zaal? Hey, dit zijn onze guest reporters. En deze boekenworm heeft zijn eigen verhaal geschreven met een geweldige overzoon. Ik ben hard aan het trainen, want ik heb gehoord dat het thema van de kinderboekenweek dit jaar helemaal in het teken staat van superhelden. En zeg nou zelf, wat is een held nou zonder spierballen? Iedereen heeft wel een superheld. Batman. Suske en Wiske. Dolfje Weerwolfje. Spider-Man. De Grijze Jager. In veel kinderboeken spelen helden vaak de hoofdrol. En omdat ik graag de hoofdrol speel, bied ik mezelf vandaag aan als superheld. En dat doe ik bij Lutz Hendrik. Kom maar in, Lutz. Hoi, ik ben Lutz Hendrik en ik ben 11 jaar. Ja, Lutz. Super Ivan neemt het wel even over. Lutz Hendrik houdt namelijk heel erg van schrijven. Ik ben hier niet voor niets, want jij hebt namelijk een supervraag. Ja, dat klopt. Mijn vraag is namelijk, wat zijn nou de eigenschappen van een superheld? Lutz Hendrik heeft het nog niet helemaal door dat hij gewoon mijn karakter als superheld moet beschrijven. Ik ga hem wel even helpen. Lutz, ik weet precies wie ons daarbij kan helpen. Dat is namelijk Harmen van Straten, een echte kinderboeken schrijver. Spring op mijn rug, dan vliegen we erin. De laatste roddels, de mooiste verhalen. What's hot and what's not. Welkom bij Basta Boulevard. Hoi, ik ben Sanne van der Roos en ik kom gewapend met deze microfoon verslag doen van de Polstok. Ik ben Anoop. Ik laat je vandaag alle leuke dingen van mijn school zien. Wow, wat hebben jullie een grote school. Dit is een onderdeel van de brede school. Dat zijn alle drie de scholen bij elkaar. Wat is de leukste leraar van je school? Meester Jeffrey, kom maar mee. Dit is meester Jeffrey. Wat is er leuk aan meester Jeffrey? Hij is de grappigste leraar. Eigenlijk geen leraar, maar hij was vroeger gymleraar. Hij regelt alle naschoolse activiteiten. Dus. En je kan er gewoon mee stoeien. Ja, en dan kan hij zo bij de kastjes. En dan kan ik weer doen. Ligt het daar lekker? Nee. Dit was dus meester Jeffrey. Leuk hoor, zo'n stoeiende meester. Maar hebben jullie niet wat nieuwswaardigers? Hey! Scoor die bal er gewoon in! Oh, je kan hier lekker voetballen. En je hebt veel ruimte. En je hebt ook 14 regels van de Johan Cruijff waar je aan moet houden als je hier speelt. Zijn er nog andere dingen? Soleimani heeft dit geholpen. Cool. Dit was Basta Boulevard, regelrecht van de Polstok. Doei! Hoi. Hey! Hey, hallo. Dit is Harmen. Hij is helemaal weg van de brandweer. En daarnaast houdt hij ook heel veel van schoenen. Maar dat is nu even niet belangrijk. Hij is namelijk de schrijver van Super Ivan. Nee. Super Jan. Een boek over een jongetje met wel hele bijzondere krachten. Kijk Lutz, dit is mijn werkkamer. Hé, hey, waar is Ivan eigenlijk? Oh, ik dacht eigenlijk dat dit sneller was. En nu het diepte-interview. Hoe lang schrijf je eigenlijk al? En wat vind je er leuk aan? Nou, ik schrijf al 15 jaar, Lut. En maak al 25 jaar tekeningen bij boeken. En ik vind er leuk aan dat je kan fantaseren. En waar ga je meeste boeken over? De meeste boeken staan altijd kinderen, zijn altijd het hoofdpersoon. En die maken of een ontzettend avontuur mee. Of het gaat over gewoon dagelijkse dingen. Gewoon dingen die ze meemaken op straat, op school, thuis.
En wie was vroeger jouw held? Johan Cruijff. Ik schrijf zelf ook veel verhalen. Kun jij mij vertellen hoe ik een boek over superhelden schrijf? Ja, dat kan ik wel. Wat voor eigenschappen moet volgens jou een superheld hebben? Nou, ik vind dat een superheld stoer moet zijn, dapper en ook aardig tegen mensen. Maar Lutz Hendrik, denk je dat superhelden nooit bang zijn? Nee, ik denk gewoon dat helden stoer, sterk en dapper zijn. Ja, dat klopt, maar een echte held is volgens mij ook iemand die niet alleen sterk is in kracht, maar ook sterk is in zijn mening en zegt van dit wil ik niet. Ja, want een held kan heel gewoon zijn, maar toch heel sterk. Net als Pippi Langkous. Sommige helden zien er heel normaal uit, maar hebben bijzondere krachten, zoals Harry Potter, die op een schooljongen lijkt, maar wel kan toveren. Een held hoeft dus niet sterk te zijn, maar wel dapper. Kuifje is daar een voorbeeld van en Suske en Wiske. De superheld in mijn verhaal draagt een rode cape, een blauw pak en redt mensen op straat. Nou, prima, dan heb je een superheld en dan kan je er een verhaal bij bedenken. En dan moet je natuurlijk eerst een begin hebben en je moet een probleem hebben en je moet weten hoe het verhaal afloopt. Oké, dan gaat mijn verhaal over Super Ivan dat een meisje redt die vastzit op een boot midden in Amsterdam. Help, help! Super Ivan, help alsjeblieft, ik kom er niet af! Hey, is er iemand in nood? Super Ivan komt eraan! Oh jee, een meisje in nood. Op een boot. Uiteindelijk is het meisje blij en is verhaal. Help, Super Ivan, help, help. Ha, kom maar meisje, Super Ivan, red jou wel. Like dat is alvast een begin. En heb je al een goede titel bedacht voor het verhaal? Spider Ivy gaat mensen redden. Of Danger Ivy op boevenpad. Nee. Super Ivy midden in Amsterdam. Nou, ik vind het allemaal maar vermoeiend hoor. Ik ga toch liever presenteren, denk ik. Ik wil toch niet op de voorgrond staan. Super Ivan! Ook deze week hebben onze guest reporters een vervelende vraag gesteld. Welke bekende schrijver hebben jullie het moeilijk gemaakt? Dat gaan we nu zien. Dit is Thomas van Aalten. Een groot schrijver die bekend is van boeken als Sneeuwbeeld en Sluit deuren en ramen. Maar hey, wacht. Waarom heeft hij eigenlijk nooit een kinderboek geschreven? Hij heeft zoveel talent. De hoogste tijd om een hele vervelende vraag aan hem te stellen. Meneer Van Aalten, we zijn naar u op zoek. We hebben hele dringende vragen. Kunt u nu naar buiten komen? De vervelende vraag. Meneer Thomas, u heeft boeken geschreven zoals Costa del Sata, Tupelo en Alwetende Eén. Maar niks over kinderen. Waarom niet? Het is een heel moeilijk vak voor kinderen schrijven. Maar zo'n kritisch publiek zijn we toch helemaal niet? Je bent kritischer dan dat je denkt hoor. Ik zou er doodsbang van worden. Om alleen maar van dit soort kindervormen te hebben als lezerspubliek, dan kun je beter een paar grijze bejaarden ertussen hebben. Ik denk nou echt dat u over uw angsten heen moet stappen. Heeft u misschien niet zoveel fantasie om over kinderboeken te schrijven? Nou, laat ik eerst maar eens even die volwassenen afwerken. En als ik die heb gehad uit mijn fantasie, dan grijp ik daarna die kinderen wel in mijn verhaaltjes. De vervelende vraag. Heeft u zelf kinderen? Ja, twee. Wat leest u hen daarvoor? Een telefoonboek. Hoeveel uur schrijft u per dag? Nou, een mens slaapt ongeveer 8 uur per nacht, dus de rest schrijf ik. Wat is uw favoriete kinderboek? Ik denk De Metro van Magnus van Joke van Leeuwen. Vindt u kinderen wel eigenlijk wel leuk? Ja, als je alles door hebt, dan had je ongetwijfeld al begrepen dat ik natuurlijk zelf één groot kind ben. Hoe lang bent u al schrijver? Nou, ik ben begonnen op mijn 17e. Ik publiceerde mijn eerste verhaal toen ik 19 was. En ik ben nu 33 en nou mag jij het uitrekenen. U begint nu ook heel vervelende vragen te stellen. U vindt het vast niet erg om nu even een verhaaltje voor ons te schrijven.
De vervelende vraag. Vraag. We hebben het hier en daar een beetje overlegd en het ziet er goed uit. Er kan zo hier en daar wel wat aangeschaafd worden, maar verder het ziet er goed uit. Misschien kunt u een carrière switch maken. Ja, dat zal ik dan maar zeker doen. Tot zover deze aflevering van Basta. En oh ja, docenten, meester, we hebben een gloednieuwe website, bastaschooltv.nl. En deze is helemaal op maat gemaakt, speciaal voor het digibord. En jullie kunnen gewoon blijven kijken naar de Basta Hive. Volgende week een hele bijzondere aflevering van Basta, want dan bestaat Basta 10 jaar. En dat zullen jullie weten. We gaan terugblikken en feest vieren. Yay! Of niet? Gooi die beat er maar in! Komt-ie! Ben op de Polstok school in Amsterdam Zuidoost. Meester nieuw, school nieuw en ook nog een kruif. Kort op deze brede school, muziek, geen mentaal. Maar ook debatteren kunnen zij hier allemaal. Ik zeg maar ook debatteren kunnen zij hier allemaal. Yeah. De Polstok school vertegenwoordigt Zuidoost. En met Tommy aan de bal is zelfs Messi loos. Messi Jeffrey is die clown en Elisa zingt jouw best. En de Polstok school rockt zijn eigen orkest.